Welkom! Hallo! Bij product update nummer 143. Nou, hoe is het mogelijk? Is het mogelijk? De laatste keer dat wij zo zaten hadden we een kerstmuts op. December was dat nog. En nu is het alweer maart, dus we dachten nou, het wordt toch langzaam aan tijd voor een nieuwe update. En ja. Los daarvan, al mailtjes, heb je zo mensen die zeggen, wanneer komt jullie update? Ik zit erop te wachten, we kijken er altijd naar uit. Het is veel werk mensen, het is veel werk. En het is niet dat we het er niet voor over hebben. Maar het moet ook maar passen. Het is veel werk. Ja, ja. En we maken het, we proberen het normaal te maken met zoveel mogelijk onze eigen producten, dat je ook iets unieks ziet. Deze update zie je ook wel enkele eigen producten, maar ook gewoon heel veel producten die overal verkrijgbaar zijn. En dat is niet zo nuttig om een update te maken, want die filmpjes die wij dan maken, zie je de originele filmpjes al overal. Ja, precies. Dus, alhoewel ik er nu ook wel eentje mee heb, die heb jij gezien op Blackpool, want daar ben je geweest. Dat klopt, die heb ik gezien op Blackpool. Ja. Ja. Zal ik die gewoon even laten zien? Ja, is goed. Vind je dat leuk? Ja, dit trucje heet namelijk Picture Consequence. Okay. En die heb jij gezien en die reacties die waren verbijsterend, begrepen. Ja, ik zag, die hebben we al in de winkel liggen. Ik had hem zelf nog niet bekeken hier. We hadden vermoeden hoe het werkte trouwens, maar niet exact echt alles uitgezocht. En toen liet de beste man het zien op de stand daar. En er stonden meer mensen bij, en er stond ook een goochelaar bij. En de truc was klaar en die man, ik zag zijn hoofd ontploffen. Nou ja, van binnen dan. En die zegt, hoe? 30 jaar goochelen. Ik zeg, maar dit is voor mij niet logisch wat hier gebeurt. Nee. Nou, dat dus. En dat. Ja, nou, Elmer zal me laten zien. Ja, ik ga hem even laten zien. Ik vond het een heel leuk trucje. Ja. En waar het over gaat is dat je heel veel verschillende keuzes hebt. Nou, voor mentalisten is dat natuurlijk hartstikke fijn. Ik zal de keuzes even uitspreiden zo over de mat. En ik heb een tablootje neergelegd van een poppetje. Ja. En onze bedoeling is om dit poppetje te gaan samenstellen. En nou, instructies bij goocheltrucs, ik raak ze meestal kwijt. Het gelukkige is... Verslaat over. Ja, het gelukkige bij deze goocheltruc... De game rules, de uitleg, zit er gewoon bij. Kijk eens, die krijg je ook standaard erbij. Ik zal ze even doorlopen. Allereerst, nummertje 1, select the head to get started. Nou, stel je nou eens voor dat ik... Nou, deze ziet er wel sexy uit. De sexy kokin. Oké. Okay. Doe ik bovenin. Wat zit er voor de rest onder, zou ik denken. Ja, okay. Ja, dat moeten we nu gaan bepalen natuurlijk. Select a body using a different background. Dus niet geel. Nee, dus niet geel. Een beer. Ik vind er wel een beertje leuk bij passen. Hoppa. Leuk. En nummer 3 is pick some legs from an unused background. Dus dat betekent dat ik nog groen over heb. Deze. Octopus Lady gaan we voor. Hoppa. Nou, dit is mijn creatie. We hebben een sexy kokkin als hoofd, een belly van een beer en een paar octopus beentjes. Ja. Dat zou mijn selectie zijn. Ja. Maar nu gaat het om jou. Oh, ja. Ben ik niet klaar? Nee. Nee, jij mag ook zo'nzelfde soort kunstwerk maken. Mm-hmm. Maar als jij nou het hoofd zou mogen kiezen, welk hoofd zou je dan willen gaan gebruiken? Deze vind ik een beetje creepy. Dit is ook creepy, ja. Die vindt mijn zoon creepy, die kan niet tegen clowns. Oh, oké. Okay. Leuk als je ook een winkel hebt trouwens. Ja, precies. Dan ga ik voor de cowboy. Cowboy. Ja. Cowboy. Nou, haal ik haar eraf. Hoppa. Heel goed. Dan krijgen we de middenstuk. Wat zou je voor nummer 2 select the body met een andere achtergrond? Kerstman vind ik nu even van toepassing. Nou, dat bij de vervolg update kunnen gebruiken. Dan ga ik voor deze. Heel goed. En als laatste, de beentjes. Some legs from unused background. Die maar doen. Graag een combinatie wellicht. Het is een beetje gek. We hebben nu alle stappen doorlopen. Dat betekent dat we een groene cowboy hoofd hebben. Een geel, een Flintstone. Ja, Flintstone. Was je daar fan van vroeger? Velletje, ja. Ik heb vroeger heel gekeken, ja. Leuk. Flintstone. Wilma, ja. En een zeemeerminne bibs. Het leuke is, dit trucje heet Picture Consequences. Mm-hmm. En het leuke is, dit gaat een beetje over beïnvloeding. Ik heb jou namelijk van tevoren al een beetje beïnvloed. Hoezo? Ik heb namelijk een tableau neergelegd voordat we begonnen. Ja. En op dit tableau, dat zullen we zien, staan puntjes, gekleurde puntjes. Ja. Namelijk groen, geel en rood. Ja. En als je die nou kijkt hoe jouw samenstelling is geworden, heb je gekozen voor een groene hoofd, namelijk die van het cowboy. Oh, wacht even. Wilma of Fred, gele achtergrond. En de zeeminnenbibs, een rode achtergrond. En die frequentie is in totaal 6 keer teruggekomen op dit tableau.
En het leuke, ja, dat is makkelijk gezegd. Die had ik niet door in ieder geval. Nee, dat is ook onderbewust. Ja, ja, dat mee. En dan kun je zeggen, ja, leuk, maar met die puntjes uitleggen dat het zo is. Ik heb bewijs. Let op. Op de achterkant staat namelijk exact hetzelfde samenstelling van al die curves die je had. Ja, dat is dus precies wat daar ook gebeurd is ongeveer. En dames en heren, dit is Picture Consequences. 47,95. Ja. En het tof is, je ruimt het op, je pakt het terug in en je gaat naar de volgende tafel en doet het weer. Dus perfect voor table hopping. En het leuke is, en dit mag ik wel zeggen, ze hebben echt een vrije keus. Ja. En de uitkomst kan dus echt anders zijn. Ja. Ja. Ja, weet ik wel. Ja, ik denk voor die grap. Ja. Ik vind dit is wel een dingetje. Kijk, we hebben natuurlijk de winkel hier. En als je zegt, ja, niet alles is een dingetje wat je in de winkel makkelijk laat zien. Hoe moet ik het uitleggen? Ja, je hebt niet alles is... Ik kan niet echt uitleggen. Hoe moet ik dat zeggen? Het is een leuk ding om te demonstreren in de winkel. Zo bedoel je, Laat ik het zo niet zeggen. Alles is demonstratiemateriaal. Ja, je kan alles demonstreren, maar dit vind ik een leuk dingetje om daar heel verhaaltje bij. Zeker. Mensen erbij betrokken. Het is kleurrijk. En het, een beetje mentalisme. En zelfs, je kan eindigen met een beetje een spooky... Picture Consequences voor 47,95. Ja. Ik vind het een heel kek dingetje. Ja, super compleet ook. Ja. Ja, alles zit erbij, wat je nu zag. Zeker een aanrader. Ja, zeker. Dan heb ik hier een of andere doosje met een balletje. Oh. Je mag het even checken zelfs. Ik heb ook twee touwtjes. Dit soort kralen zaten bij ons vroeger op de plasketting. Twee touwtjes, zie. Jij mag de touwtjes door de bal rijgen. De bal rijgen. Oké. Okay. Maar samen door, dubbel stevig zeg maar. Dubbel stevig door het balletje. Een beetje pluizige uiteindjes, maar het past er doorheen. Ja hoor, daar is die. Kijk eens, daar komen ze. Fantastisch. Fantastisch, kijk. Hupsakee. Doosje mag je ook checken. Helemaal, zeker. Kijk. Okay. Ja. Leuk. Okay. Dit gaat namelijk in het doosje, zoals je ziet. Kijk. Heerlijk, geen valspelerij. In het doosje. Mooi. Het doosje gaat dicht. Gevangen. Hè? Nou komt het, je kan het doosje nog vast laten houden. Doe even niet, we doen dit nou super visueel. We maken er zelfs nog een knoop in, zodat het onmogelijk is dat het touw zich kan bevrijden van de bal. Dat zou je tenminste denken, want als je dit doet. Zo. Dat ging sneller, hè? Zie je? Gaan de touwtjes gaan gewoon door zowel het doosje als de bal heen. En alles mag onderzocht worden. Hoe is dat? En wij noemen dit de escape room. De escape room. Is het echt? Ik denk dus met zo'n... Nee, er is geen preparatie. Daar bedoel ik mee, er is geen speciaal iets bij. Geen speciaal touwtje, geen speciaal balletje, geen speciaal doosje. Nee. Natuurlijk moet je iets doen. Maar daarmee zijn we ook klaar voor. Leuk hoor, heel leuk visueel, leuk trucje. Ja, escape room kost maar liefst €8,95. Moeilijkheidsgraad, ik zou zeggen, een kind van 6 zou het niet kunnen. Tenzij dat jij het als ouder zijnde klaarmaakt en zegt, hier heb je een balletje aan een touwtje. En het doosje, dat kan, kent het ook. Voor de rest is het heel makkelijk. Ja, leuk. En ik vind trouwens heel die serie leuk. Ja, er zijn meer dingen in die serie. We hebben niet alles even gepakt. We hebben er eentje gepakt even. Maar je hebt inderdaad, ik ben even de naam uit mijn hoofd kwijt. Hoe heet de serie ook alweer? Help. Ik niet meer. Een serie in ieder geval. Ja. Een serie. Een hele mooie serie. Apprentice. Heel tof, hele toffe lijn. Heel veel van dit soort leuke kleine... Hop. Makkelijk te doen ook. Ik pak er nog even eentje achteraan, zeg maar. Oh, kijk eens. Super Lemon. Ja, die kunnen we niet laten zien nog. Niet dat die heel moeilijk is of zo, maar het is een visueel dingetje waar je eigenlijk het beste tot terecht komt voor een live publiek, vind ik. Ja. Dat is ook zo eigenlijk. Niet omdat ik het vind, maar omdat het zo is. Dus als ik het hier zou doen op video, vind ik het minder, omdat ik hier niet kan doen wat ik normaal zou kunnen. Als ik zou kunnen staan op een podium. Ja. Zou mensen best mogen tapen, maar hier zitten is het gewoon niet zo mooi. Heb je ook je praatje erbij en je wat smoeder. En het idee is dat je een toeschouwer vraagt om een willekeurig stuk fruit te kiezen. En dan pak jij een citroen. En een mes. En je maakt een heel verhaal, bla 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 bla. Dat je de citroen kunt gaat doorsnijden, het sap langs je arm loopt, dat mensen de smaak in de mond voelen, het water in de mond voelen lopen. Zuur, ik heb het nu al. Beetje alle hypnoseachtig. En uiteindelijk vertel je dat mensen wel eens misleid kunnen worden.
Want de hele tijd dat je met een mes in je hand zet en met citroen, heb je plotseling een vork in je hand. En geen mes, een vork. Maar dat is niet alles, want in je andere hand heb je geen citroen, maar een grote gele prop papier. En als je die prop papier openmaakt, staat daarop exact het fruit waar de toeschouwers gekozen hebben. Dat is de basis. Nou, dit is een super complete set. Ik ga hem ook niet openmaken, omdat je dan het geheim ook zou zien. Maar dit is Henry Harrius. Ja, maakt top presents. Ja. Dit is de man van Venom Cube, van Rubik's Nightmare, van Tornado Cube, van allerlei mooie dingen. Ja. Van Refilled, die we nu niet laten zien omdat hij eigenlijk al nagenoeg uitverkocht is. Dat zou ik nu laten zien en morgen staat er uitverkocht op de site. Zonde. Check je ook even op de website. Dit is gewoon zeer bruikbaar. Ja. Als jij een mooie opener wil hebben als salongoochelaar of voor je stand-up act of als mentalist. Ja. Bam. Dit is er zo eentje. Ik moet dan altijd aan Tommy Wonder denken met zijn 2-cup routine. Waarbij dingen gebeuren en mensen zeggen, huh? Wacht, daar heb ik even niet gezien dat je, huh? En hier is het ook. Okay, citroen laat je duidelijk zien. Echt citroen. Geen latex citroen of wat. Groen citroen. En een mes. En je doet eigenlijk niks geks. En op het laatst sta je met een vork. En die citroen is gewoon weg. Niks in je mouwen. En dan is dat een prop papier waarop iets geschreven staat. En voor de mensen is dat, wat hebben we gemist? Dat allebei deze dingen nu anders zijn. Ja. Dat is het idee. Heel tof. Goed verhaal, allerlei manieren erbij om het fruit te laten kiezen ook. Zeer gaaf gemaakt. En zoals we gewend zijn ook zeer goed verpakt. Ja, zeker. Superlemon, €77,50. Ja. 5 minuten van check, check de video op onze website, daar zie je ook een live vertoning. Daar, is dat, daar zie je wel, dat kan je wel zeg maar terugkijken ook. Maar als we het hier zouden doen, kan het niet. Ja, het is gewoon niet goed om het hier te doen zitten, laat ik het zo zeggen. Heel tof dingetje. Superlemon. Leuk. Hebben we nog iets leuks? Zeker weten, want jij kent mij natuurlijk. Ik ben niet zo fan van wallets. Mm-hmm. Maar ik weet dat er heel veel mensen zijn die dit kijken. Maar ook bijvoorbeeld in de livestream. Die er is op 1 keer in de 2 weken op dinsdag. Dat er heel veel mensen zijn die wel fan zijn van een wallet. En nou is er een nieuwe wallet op de markt gekomen. En die heet Into Wallet. En ik zag daar meteen wel het, ik kan hem zo neerleggen, zo, de mensen zien. De Into Wallet is dit, en dat is eigenlijk een super toffe portemonnee. Multifunctioneel, je kan er meerdere dingen mee doen. Ik zal er één routine uit doen, laten zien wat je ermee kan. Wallet ligt op tafel, pennetje erbij. Eerst even laten zien dat het allemaal verschillende kaarten zijn. Ja. He? Heel mooi, alles verschillend. En jij mag voor mij nu een kaart selecteren. Zou die eruit willen schuiven? Heel goed, laat hem vooral niet aan mij zien. Maar bekijk hem zelf even en laat hem even aan de mensen zien. Ja, heel goed. Ik heb ook een card protector meegenomen. Kijk eens, dat is deze. Zou de kaart daarin willen steken, zodat ik niet bij de kaart kan komen, dat ik er niet kan verwisselen, markeringen in kan maken, dat hij helemaal afgesloten is. Ja. Ligt hij weer plat? Ja. Ja. Let op, we hebben namelijk hier een hele mooie portemonnee, de Into Wallet. En wat gaan we doen? Ik ga deze er zo insteken. Ja. Ja, heel goed. Past er helemaal in. En het ritje kan weer dicht. Clean. Super fair. Oké. Ik kan onmogelijk weten wat het is. Ja. Maar ik ga toch proberen jouw gedachten te lezen. Nou ben ik benieuwd. Ja. Sterker nog, ik ga niet vissen. Ik ga even wat dingen opschrijven. Vissen bedoel ik mee, wat bedoel ik daarmee? Ik ga niet dingen raden, ik ga gewoon proberen op te schrijven. Probeer aan je kaart te denken, René. Ja. Oké. Okay. Hey, René, als ik zeg zwart, wat zeg jij dan? Niet mijn kaart in ieder geval. Niet jouw kaart? Nee. Ik wil niet te veel prijs geven, okay. Maar niet mijn kaart. Ik heb opgeschreven, ik hoop dat het klopt. Had jij de ruiter 6? Ja. Ruiter 6. Dit is een van de mogelijkheden wat je kan doen met deze wallet. Een zogeheten peak wallet. Een van de functies. Daarbij zit er nog een functie op. Ja. Waarbij je een kaart heel snel kan laden in de portemonnee. Ja. Ja. Zit er een... Dan zat er nog meer. Ja, heel veel mogelijkheden. Ja, card to wallet. Je hebt card to envelope. Card to sealed envelope. Ja. Het kan ook een ring zijn. Krijg je ook allemaal bij, zijn. Ja, krijg je envelopjes erbij. Je krijgt papiertjes erbij. Ja, je hebt multi-peaks, diverse peaks. Dit is maar één van de methoden. Je kunt kaartje, je kunt informatie. Ja, klopt. Er zitten meerdere peaks in. Ja, dat klopt. Ja, dit was er eentje van.
Zeker gezien het bedrag van deze wallet. $47,95. Ja. Sorry, maar er zijn wallets boven de €100 en alles. Ja. Ik mag dat niet zeggen. Ovik wallet is voor mij ook een favoriet. Absoluut. Maar dit is eigenlijk... Ja. Ja. Ja, ik zal niet... Geniaal gemaakt. Geef niet te veel geld uit, want hiermee heb je eigenlijk al... Ja. Alle mogelijkheden. En je hebt ook gelijk een dingetje waarmee je wat extra kaarten mee kan nemen als je zou willen. Heel handig hulpmiddeltje. Van TCC. TCC heeft ook weer een goed materiaal. Goed speel. TCC, dus sorry. Jij noemt TCC. Dan ga ik gelijk even door met het volgende TCC item. Geen paniek. Nou, meer omdat jij zegt TCC. TCC op zijn Nederlands. Die hebben weer wat vets gemaakt. Over praktische hulpmiddelen gesproken. Een organizer. En niet zomaar een organizer. Een organizer. We kennen de tasjes. Ja. Hè, mooi. In het leren hebben we en in stof. Zwart en bruin. Ja. Die in stof zijn en in het zwart. Een organizer. En dan denk je, let op. Hier is over nagedacht. TCC. Briljant bedacht. Ik kan niet wachten nu. Let op. Tada. Mooi hè. Er zit dus gelijk al een mooi, we gaan even midden op, een mooi matje bij. Let op. Hoe slim die mensen zijn. Hartstikke idee. Nou. Hey. Nou. Mooi hè. Gelijk een mooi bakje voor al je spulletjes. Met alles erin krijg je. Met alles erin. Nee, niet alles erin. Nee. Dat is van ons. Oh. Dat is even voor het voorbeeld. Oh ja. Dat moet erbij zeggen. Maar. Mijn is leeg hè. Heerlijk. Ja. Een mooi degelijk goochelmatje zit erbij. Ik kan me voorstellen als je naar een... Hier kan je op goochelen hebben. Klopt. Ga je naar een club of geef je ergens een close-up optreden? Ja, ideaal. Het ziet er professioneel uit, toch? Absoluut. Dit is weer gewoon goed over nagedacht. En dat vind ik eigenlijk wel met heel veel van TCC. Ja. Dat het gewoon goede, bruikbare spullen zijn. Ja. En ook dit, de organizer. Dat die vakjes kan makkelijker uithalen ook. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind hem prijzig. Ja, het is niet goedkoop. In vergelijking met de tasjes is hij inderdaad wel wat duurder. Maar ja, de praktische toepassing is wel weer wat meer. Omdat je gewoon... een matje erbij krijgt, een organizer, er is over nagedacht. Ja, er zit veel in. De koffer zou ik meenemen naar een optreden om mijn spullen te vervoeren naar het optreden. Dit zou jouw close-up tafeltje kunnen zijn. Absoluut. Ja, en dat is de koffer niet. Nee. Snap je? Tenminste, ik niet. Nee. Die koffer zou ik niet op tafel leggen. Tenminste, niet mijn optreden. Misschien wel voor vrienden. Dan zou ik dit opzij leggen, weet je, dit is mijn vervoersmiddel, vervoerstas. Dit is hetgeen wat je werkt. Ik heb altijd mijn zakken vol. Ja, ik niet. Ik loop rond en een tafeltje met daar is ik heb in mijn zakken. Nee. Maar dit zou natuurlijk ideaal zijn, hè? Kom je ergens bij een tafeltje neerzetten. Ja. Heb je een kaarttrucje, hop, kaarttrucje eruit en daar ga je. Ja. Het is een mooi gemaakt en dan ben ik even de... $94,95. Magician's Organizer by TCC. Ja, heel mooi. En ook weer heel praktisch. Ja. Dit was de enige kleur die ze tot nu toe hebben, geloof ik. Ja, blijft erbij. Ja, ik denk, ik ga ervan uit dat alle matjes rood zijn hierin zitten. Dat hebben we ook in andere gezien. Nee. Dat zou zo blijven, denk ik. De organizer, TCC. Leuk. Alright. Dan heb ik hier nog een leuk nieuw ding. Leuk. Hey, geld. 10 euro. Afzeflats. Kijk eens. 10 euro. Echte? Ja. Zout erin, geeft niet over. Nee. Nee. Mooi, oké. Is hij echt? Hij is echt. Lijkt hij echt? Hij lijkt hier wel echt. Mooi, dat is goed. Let op, wat we gaan doen is het volgende. We hebben 10 euro. Mm-hmm. Die 10 euro vouwen wij eenmaal dubbel. Zo, op deze manier. De 10 euro vouwen wij tweemaal dubbel op deze manier. Zo. En dan gebeurt het. Let op. 10 euro. Wordt dan plotseling... Nou. 20 euro. Ongelooflijk dit, hè? Hoe? Jongens, breng al je tientjes. Kijk wat die ermee doet. Ja, dat. En als je afvraagt waar is de 10 euro, die ligt uiteraard hier. Of in je zak of wat dan ook. En heb je daar dat. Opeens 30. Mooi. Dus dat is, ik zal wel zien hoe dit heet. Dit heet Crazy Money. Van Michael Chatelain. Ja, en die Michael Chatelain heeft wat toffe ideetjes. Er is nu weer eens nieuws onderweg. Ja. En ik vind deze wel tof. Die ging ook zeer goed in de verkoop. We hebben hem moeten bijbestellen al twee keer. En dat betekent dat het een goed product is. Ja. Visueel. Je kan diverse routines doen. Dit is een manier om het te doen. Echt niet perfect, maar een manier om het te doen. Heel veel verkocht al. En ook op TikTok, dat zag ik gisteren toevallig. Oh, ja. Ja, dus die hebben 10.000 views voor een video van de winkel, van de gokkenwinkel. Zag ik toevallig gisteren, ze hebben zo gezegd, pap, 10.000 kill. Oh, oké. Nou, allemaal vies zijn niet. Dus dan zegt hij, dit betekent dat mensen daar wel geld en vuur, zeg ik altijd. Stof. Is interessant. Ja. Crazy Money kost $32,50 zonder bankbiljet. Ja. Anders kost hij namelijk €62,50. Ja, kan ook. Ja, dan komt er 30 euro bij. Je moet even nog... De gimmick is in principe klaar.
Je maar je moet het even op een bankbiljet van jezelf de gimmick toepassen. Laat ik het zo zeggen. That's it. Daarom is hem niet klaar, want ze kunnen niet, nou ja, ze kunnen wel. Maar ze leveren geen echte complete bankbiljet erbij. Daarom moet je het zelf maken, maar het is geen kwartier knutselen. Het is heel snel zo voor elkaar gemaakt. Dat is de Crazy Money. Crazy Money. Microsoft. Dan komt er binnenkort weer een mooi boek uit. Namelijk... Mogen we eigenlijk niet te veel over vertellen nog, maar we laten het heel snel even zien. Let op, heel snel komt hij. Hans Kazan, de man die bijna, staat eronder, alles kan. Ja. Mooi boekje geschreven door Michel van Zeist. En dat was hij een poosje geleden in de winkel. Bracht de boeken naar ons toe. Ja. Wij hebben het vorige gehad om er al even in te bladeren. Ja. En er is wel weer over nagedacht over dit boek. Ja, dat is wel een mooi boek. Het is, is ook leuk. Aan de zijkant zie je de kleuren. Leuk weet je nu al, mag verklappen. Elk levensstuk van Hans is op kleur weergegeven. Ja. Hier is over nagedacht. Ja, we hebben er al een beetje in mogen bladeren. Ik ga het nu niet erin bladeren. We gaan niet bladeren nu. Hij is in de pre-sale nu? Hij is in de pre-sale. En vanaf 28 maart ook echt leverbaar. Wij hebben ze hier, maar we op een geheime plek in de winkel ingepakt staan. Op het moment dat jij hem nu reserveert, kan via de website. Ja. Dan voor jou gaat hij vanaf 28 maart jouw kant op. Het eerst krijgt uiteraard Hans Kazan op de officiële presentatie het boek. Precies. Maar je kan hem nu al bestellen. Zeker. En dit is niet een eenzijdige geschreven biografie van Hans. Maar hier hebben best wel veel mensen een bijdrage aangeleverd. Ja. Ik lees even op waaronder. De familie Kazan zelf natuurlijk. Hans Klok, André van Duin. Nou, geen niet de minste. Tineke Schouten. Henny Huisman. Aad van Doorn, Ben Kramer, Paul Groot, Antje Montero, Ruud Hendricks en Gerard Baars. Nou, kortom, van meerdere kanten is dus het leven van Hans beschreven. Ja. Heel tof. Boekje even in de pre-sale. En dan komt hij jouw kant op. En uit mijn hoofd even. 24,95 dacht ik. Kan ik al zien? Nee. Nee, dat doen we niet. Maar check het even op de webshop. Tof. Aanradertje. Even kijken. Heb jij nog een kaartspel daar liggen? Ja. Zou ik even mogen lenen? Zeker. Zou je het even uit het doosje willen halen? Ik haal hem uit. Even willen controleren. Ik controleer het. Ik heb er net mee een trucje gedaan, maar... Ja, maar kijk, dan zeggen mensen, ja, maar er is iets mee. Nee, met dit spel is niks. Helemaal goed. Thank you very much. Alsjeblieft. Jij mag uit dit spel een kaart kiezen. Oké. Okay. Kaart kiezen, okay. Weet je wat we doen? Doe het zo. Pak een kaart eruit. Nee. Waar je zelf wil. Hoe maar. Willekeurig. Daar? Zeker? Ja, zeker. Okay. Laat me even iedereen zien. En even de boven mensen. Ja. Oh. Ja. Leid de kaart terug op het spel. Daar gaat alles terug bovenop. En zo. Magic. We leggen het spel hier op tafel neer. En ik zou je willen vragen om aan jouw kaart te denken. En je te concentreren op het kaartspel. Want als je zich concentreert, zul je namelijk zien dat heel langzaam het spel zich openschuift. Zie. En er één kaart uitschuift. Zou jij jouw kaart willen pakken? Want dat is namelijk... De harten, nee. Dat was jouw kaart, toch? Dat was mijn kaart. Hoe is het mogelijk, hè? Nou, dit is, wat ik nu net liet zien... Ja, het is het effect Spooked eigenlijk, ongeveer, van Nicholas Einhorn. Maar ik gebruik hiervoor, nu, het hebben we net even snel erbij gepakt, ik heb hier niet meer mee gespeeld nog, nee. De Cirrus Reel. Hebben wij exclusief, hebben wij de Cirrus Reels, en dat zijn hele toffe dingen. Ik ga je laten zien wat ik gebruikte. Dit is een mini ITR... Dit is de Cirrus Reel. En dit is een mini ITR waar je het draad uit kunt halen, zeg maar. Zie. En als je dat loslaat, heb je een bolletje in deze hand. Als ik het loslaat, gaat hij ook terug. Dus je hebt onzichtbaar draad. Geen elektronica, nee, geen batterijen. Nee. Heel makkelijk te vervangen. Deze heeft een clip. Dat is de clip versie. Nou, puur even voor het idee. Als je echt... dit is niet extreem, dit is een andere. We hebben ook een oor versie. We hebben eigenlijk vier versies. En die kan dus achter je oor, je vouwt het op maat, je buigt het op maat, en dan kan het achter je oor. En dan heb je altijd, als je bijvoorbeeld tarantula van hem ook hebt, heb je gewoon een draadje achter je oor, kun je gewoon pakken. En als je klaar bent, ruimt hij je draad ook gewoon op. Super kwaliteit. Maar we hebben ook de holder versie. Heb ik hier nu niet bij de hand. We hebben ook gewoon allemaal voorraad. Dat is een drievoudige versie. Krijg je eigenlijk drie van deze reels aan elkaar in een U-vorm. En dan kun je twee draden verbinden aan de U. Dus heb je zeg maar, voor het idee, met elkaar gelegd even, heb je een apparaat, dat ziet er zo uit. Dan heb je eigenlijk drie van deze dingen. Mm-hmm. En je zou zelfs twee van deze draden kunnen verbinden. Dan heb je een lus die je kunt uittrekken. Ja. En je hebt nog een extra normale reel. Of je laat het zo. Dan heb je drie reels die je kunt gebruiken voor allerlei dingen. Ja. Hebben we ook nog. En we hebben in plaats van de clip ook een pinversie. Zit er in plaats van een clipje een veiligheidsbelt op. Ja, nou, dit is echt super handig. Je kan het overal vastklippen. Ja. Ik heb nu even aan mijn broek gemaakt.
In principe zou ik normaal al mijn horloge doen. Maar mijn horloge heb ik nu niet in mijn rechterhand zitten. Dus vandaar dat ik even niet hier aanklepte. Kan ook, dan ben ik hier nog iets handiger, laat ik zo zeggen. Ja, net was ja. Even, moest ik even zoeken, want het draad kwam van de plek waar ik niet gewend ben. In je borstzakje kan die. Kan ook, maar die heb ik ook niet. Nee, heb ook niet. Nee, nee, daarom, dat is wel mooi. Maar het is wel mooi. Maar dus echt. En wat ik wel een pluspunt vind, in de laatste tijd zijn natuurlijk heel veel van dit stuk uitgekomen op batterijen. Denk aan ja. De Spiderpen, ja. Tarantula. Ja. Geen batterijen. Nee, geen batterijen. En dat is en wel als het breekt, super makkelijk te vervangen. Geen elastiekjes, geen elastiekjes, geen gedoe in. Super, super gaaf. In Cirrus hebben wij in allerlei prijsklassen. Dat hangt ervan af welk model dat jij kiest. Weet je, met blonde haren? Ja, ja. Oh. Dit model, wat ik misschien is €95. De clipmodel ook €95. En dan heb je het E-model, is iets duurder. En dan heb je de Holder, dat is de drievoudige, die staat €295. Ja. Maar gemaakt in Japan, super kwaliteit. Check de website ook, Cirrus. Ik zie ook een demo met wat er allemaal kan. Heel tof. Cirrus. Levitation and Animation Device. Ja, tof. Hebben wij die trouwens exclusief? Ja, kijk, zeker. Alleen bij ons. Je vindt hem bijna nergens in Europa. Dus, zie. We hebben toch een kaartspel. Dan doen we er gelijk maar even een kaartdrukje bij. Hatsenblads. Ik zet hem even hier neer. Ik kan niet wachten. Dit is namelijk een kaartdrukje met twee verschillende Jumbo cards. En wat gaan we daarmee doen? We gaan namelijk een kaart uitkiezen. Althans niet één kaart, we gaan twee kaarten. Ja. Jij zit nu op een plek waar normaal gesproken het publiek niet zit. Ja. Maar we gaan ja, toch ja, doen zoals ze hoort. Kan even niet anders. Kan even niet anders. Spelkaarten, zou je er voor mij twee willen selecteren zonder dat je zelf ziet welke het zijn? Deze. Helemaal goed. Deze. Perfect, twee stuks. Ja. Nou, we hebben geluk. Je hebt twee dezelfde gekozen, want ze zijn alle twee rood. Flauw. Nee, heb ik wel. Deze twee kaarten heb ik gekozen. Ik zal ze even in de houder erbij zetten. AC. Oh, zonder dat de kaarten omvallen direct. Ja, we hebben twee kaartjes, twee stuks. Zoals even goed laten zien, dat iedereen ziet dat het echt twee kaarten zijn. Twee kaarten gekozen door Mr. Dynamite himself. Maar het leuke is, ook al zou je nu zeggen, ja, jullie spelen samen. Nee, jullie weten al... Ik weet natuurlijk hoe het werkt, ja. Maar ik werk er niet aan mee. Het maakt niet uit dat hij de achterkant heeft gezien, want hij heeft blind de kaarten gekozen. Dus dat zal ook al heel knap zijn als... Let op. Het zijn namelijk... de kaarten zijn als volgt opgesteld. De voorspelling is mij al bekend. En wat die voorspelling precies is, laat ik jullie nu zien. Dat is namelijk de aas van ruiten en de negen. Dat is mooi, hè? Twee kaartjes, René. Heb jij neergezet. Ja. Zou jij de eer willen doen om die kaarten ook te laten zien aan de mensen? Schoppen negen. Schoppen negen. En een ruitenaas. Dames en heren, hoe is het mogelijk? Ja, dat weet ik dan in dit geval, maar anders ja. Zou ik inderdaad ook niet zou ik zeggen hoe is het mogelijk. Leuk, een heel leuk trucje, heel makkelijk te doen. Ja, je krijgt dit houdertje, je krijgt twee Jumbo kaarten erbij. Ja. Twee vingers in je neus, dit doe je. En ik vind de manier waarop... De techniek is weer heel erg grappig, ik had er nooit over nagedacht. Ja. Is leuk. Het is als je... Dit moet je in de spiegel doen, of gewoon doen zelf. Ja. Je verbaast jezelf als je het doet. Dat klinkt heel vaak, dat we misschien zeggen, maar het is serieus zo. Ja. En voor €29,95, nou. Je pakt alleen je eigen spelkaarten erbij. Willekeurig spelkaarten. Als het pokerformaat is, ongeveer op Bridge. Ja. Niet Jumbo, dan wordt het weer erg groot. Kan het mee. Ah, leuk. Ja. Leuk gemaakt. En, ook een exclusieve dingetje. €29,95. Gemini Card Prediction. Ja. Gemini Card Prediction. Leuk dingetje. Oké. Okay. Dan heb ik hier een glas. Het is carnaval geweest hier. Ja. Leeg. $3.50. Leggen we hier neer. En we dekken het glas even af met een kaartspel. Zo, op deze manier. Zo. Dat we niet in het glas kunnen komen. Dan hebben wij dus die drie munten. Ik neem één van deze munten weg. En ik doe dan bijvoorbeeld dit. Zie, dat is één. Heb je nog twee munten over, zie. Pakken de tweede munt, pakken we ook. En de laatste munt ook, pakken we in de hand. Dan komt het leukste voor een geliefde meteen natuurlijk zien. Mooi. Dat ongeveer is het idee. Je moet dit veel beter oefenen om het goed te maken. Maar in principe is dit al prima. Wat is dit effect? Dit effect heet namelijk... Oeps, sorry, stikje te blijven. Robot coins. En robot coins is... eigenlijk een manier om munten te laten verschijnen in een glas. Dan kun je afdekken met een kaartspel, maar je kan ook iets anders opleggen. Er zit natuurlijk een apparaat in, mechanisme, wat de munten laat vallen. Ja. Zonder elektronica, geen batterijen, niet oplaadbaar, geen afstandsbediening, mechanisch. Ja.
En je moet het timen, dat is het enige je moet. Je moet het timen, dit moet je en timen. Omdat wij er niet al 100 keer was mijn time ook niet perfect, maar voor deze, nou, voor de demo vond ik hem eigenlijk wel prima. De eerste twee echt boom boom, en ja, de laatste ging wel echt sneller, maar we laten het gewoon zo omdat het zo is. Maar ja, ook dat mooi. Oefenen is dat mooi. Precies, en voor de prijs valt het echt mee, want dit dingetje kost maar 79,95. Juist. Vind ik echt tof voor wat je ermee kan en wat je krijgt ook. Ja. Want volgens mij is dit apparaatje wat erin zit, is goed over naar is. Het is aan en uit te zetten, het is perfect gemaakt, mooi gemaakt. Hé, hey, en het werkt, vind ik, het best met halve dollars. Ja. Maar je kan ook kleinere munten gebruiken, 2,50 euro. Maar dan moet je een kleine aanpassing doen. Dat is niet gek, niks geks, staat gewoon in de video. Maar halve dollars werkt die eigenlijk out of the box. Munten zitten er niet bij, die kun je erbij bestellen. Ja. Als je je nou afvraagt waar ik mijn munt heb gelaten die ik liet verdwijnen. Nou, ik gebruikte nu, dat is even iets anders, de Triad Coin Set van Joshua J. Ja. Even voor je, daar staat even los van. Check die ook even, dat is een speciale set. Dat is deze set, zeg maar. Ik ga nu laten zien hoe dat werkt, maar als je de informatie hebt, Triad Coin Set, kost 75 euro. Prachtige routine, prachtige routine. Ik heb nu hier gebruikt gewoon omdat dat voor mij even het makkelijkste was om 3 munten te laten verdwijnen. Omdat ik het niet ver vond om munten achter mijn schoot te gooien, achter de tafel, op een andere manier. Hebben we dat zo gecombineerd. Dus je zag nu eigenlijk een combi van de Triad Coins en de Robot Coins. Ja. Maar Robot Coins, mooi. En scherp van prijs, want gemiddeld is je 20, 25 euro duurder. Ja. Maar omdat ik er een heleboel gekocht heb. Hebben we een goede prijs. Mooi. Dat is gewoon zo. Robot Coins. Super tof, wie heeft je eigenlijk gemaakt? Ja, by Mysteries. Oh, by Mysteries. Dus dat klinkt bijna ook mysterieus. Hey, ben jij goed verzekerd? Ja. Heb jij jouw handen ook verzekerd? Nee. Nee. Ik wel, voor diefstal. Maar dat heb ik niet aan. Oké. Wat een groot ding. Nou ja, dames en heren. Ja, kan het. Ja, we zien net boven. Ik presenteer u de Franse guillotine. Holy shit. Maar dan with the hands. U snapt wel, we vragen zo meteen om René, we vragen nu, René, zou jij voor mij, ik durf nou, jij bent verzekerd zeg je, nee, je armgaarne, ja, kijk eens. Nou, als die eraf valt, krijgen we in ieder geval een mooi horloge erbij. Nou, dames en heren, daar gaan we, mooie truc, de Franse guillotine op de arm. Even, wat is precies het plan? Dat ik even weet. U ziet hier een mesje hangen, ja. En een kettingje. Ja. Als ik aan dit kettingje trek, dan valt het mesje naar beneden. Ik heb minder plan, maar goed, ja. Ja. En dan is het idee dat het mesje op mysterieuze wijze door jouw arm heen gaat. Oh, niet het plan dat die arm eraf klapt? Zeg. Nee hoor. Oké. Okay. Nee, het is pas één keer... Nee, het is nog nooit... Ik heb hem ook nog nooit... Het komt goed. Ik zeg, doe hem maar, want nu... Langs word ik heel nerveus. Daar gaan we. 3. Even zeker, hè. 2. 1. Hatsé. Gelukkig. Het is toch nog goed. Wat? Het mes is er doorheen gevallen. Haal je arm er maar uit. Hoppa, kijk eens, dwars er doorheen. En dames en heren, een arm guillotine. Ik laat even een beetje zo, als ik hem in beeld kijk. Dat is echt fantastisch. En ik moet eerlijk zeggen, dit is mooi echt wel gemaakt. Mooi gemaakt. Ja. Mooi afgewerkt ook. Ja. Zelfwerkend, volkomen veilig, 100%. Ja. Leuke truc. Zolang je hier je hand houdt. Nee. Maar dat bestaat ook bij mensen die dan dit doen, weet je wel. Dat is ook niet handig. Is nog niet onveilig, maar dat hoort dan niet. Nee, dat hoort niet. Helemaal echt er doorheen. Maar mensen, wij kennen natuurlijk de truc, maar als je dit doet op een podium en je kleedt hem een beetje leuk aan... Met die grappen die je dan net even snel doorheen duwde, met dan alle onzin erbij, emmertje eronder. Ja, precies. Oh, zit een hand van de vorige keer en oeps, weet je wel. Allemaal die dingen, fantastisch. Fantastische truc. Professioneel gemaakt, ja. Geen multiplek, maar echt gewoon mooi hout. Wat is het? Ja, ik weet niet wat voor hout het is, maar het is wel mooi hout. Het is geen walnoot, maar het is wel absoluut... Mooi afgewerkt, ook zelfs de binnenkant mooi afgewerkt allemaal. Is perfect gemaakt. Super, toch? Ja, en dat voor 295 euro. Nou. We hebben daarvan allemaal ook een kleine versie voor de vinger. De vingertjopper. Is even, nu even op, komen we weer nieuw. Maar ja. Het is, tenminste hoop ik... we hebben ook een hele grote voor het hoofd. Ja. Die zie je nu niet staan. Ja, heel aan het vechten. Misschien ja, ergens achteraan. Die gaan we daar ook nog twee staan. Maar deze twee, de armchopper. Heel leuk. Tof. Goed heel mee tof. Te nemen. 295 euro. Hartstikke plat. Dan heb ik nog een boekje van onze vriend Joop Venstra. Hij heeft een tweede boekje uitgebracht onder de naam Zelfhypnose. En waar je op boekje 1 dat voornamelijk over zelfhypnose had hier. Gaat hier ook wel verder over zelfhypnose, maar ook hoe je het kunt toepassen op andere mensen. Ja, en theatraal ook. Weet hoe, ja, precies, dat wil ik eigenlijk zeggen. Als je dan weet hoe je het op andere mensen kunt toepassen, kun je ook theatrale versies daarvan toepassen. In het Nederlands geschreven uiteraard. Praktische toepassingen, hoe werkt hypnose, hoe ga je aan de slag met hypnose, maar ook hoe kun je stoppen met roken,
afvallen, pijnbestrijding, hoe kun je herinneringen ophalen, maar ook een hoofdstuk hypnose als amusement. Ja. Dat is natuurlijk interessant. Mag ik vertellen over mijn belevenis met hypnose? Ja, ik weet precies wat jij vertelt. Drie weken geleden was ik bij een oud-gediende, meneer Rostelli. Ja. Echt, die zaal ram en ramvol. 400 man, dat was voor het eerst dat ik bij zo'n show was. Ja, en amusement, die zaal lag continu in een deuk. Ja. En ik vond het echt, ik vond het heel grappig wat je dus met zelf of hypnose kan. Ja. Is echt amusement brengen. Ja. Wel volledig naar je eigen stijl om te buigen. Dus de technieken die je leert, kun je op jezelf toepassen, zodat je uiteindelijk je eigen stijl kunt creëren. Hè? Bedoel, aan meneer Rostelli, daar is er een van. Aan meneer Venstra is er een van. Dus dit moet je wel toepassen met je karaktereigenschappen van jezelf. Ja. Dus super tof. Zelfhypnose. 1995. Goed, je 1 hebben we ook nog altijd. Kun je ook nog checken. Gewoon als je hypnose zoekt, even die categorie hypnose of hypnose intact, dan vind je dat zelf op de webshop. Leuk. Dan ga ik ook nog wat over wat vertellen. Normaal gesproken zijn deze dingen peperduur. Ja. Maar we hebben sinds kort deze Forcing Dice. Forcing Dice. We hebben ze in blauw en wit. Hey, we hadden deze eerst van Diamond Jim Tyler vergelijkbaar. €65 ja. Of €72,50. En dan kreeg je hem. Hoeveel kreeg je dan? Kreeg je 7. 7. Ja, dan kreeg je alles behalve. Ja, dan kreeg je deze twee niet, zeg maar. Nee, precies. Maar ja, jongens, mooi gemaakt. Ja. Deze mensen zullen niet zien dat er wat bijzonders mee dan. Ze zijn met Forcing Dices. Je krijgt 2 extra. Één ESP-dobbelsteen en een hele blanco waar je nog hele leuke dingen mee kan doen. Er worden routines aangeleerd. Nul. Zet geen routine erbij. Oh, dat dacht ik, omdat die extra bonus staat. Maar dat is de dobbelsteen. Ja, precies. Voor een Luttelenprijs van €14,95. Hey, ik ga toch heel snel vertellen wat hier de Forcing Dice is. Het zijn dus geen dobbelstenen waar je altijd 6 mee gooit of altijd 5. Maar het zijn dobbelstenen waar een getalletje ontbreekt. Dat wil zeggen, ik heb er nu 1 in de hand. Daar ontbreekt, hier heb je de 6 en de 1. Je hebt de 4 en de 3. Altijd 7 bij elkaar. En je hebt de 2 en de 2. 2 en 2. Waar is de 5? Die is er dus niet. Dus stel voor, je hebt 6 enveloppen. 6 doosjes, weet ik veel genummerd. 1 tot en met 5. In 5 stop je €100. Ja. En in de andere niks. Ja. Of een snoepje. Zeg dobbelsteen, zeg je, pak je de echte dobbelsteen, check of de dobbelsteen, je doet een switch, een bovenswitch of wat dan ook, of niet eens. En we hebben hier 6 doosjes, dan heb je de dobbelsteen al gewisseld. 5 toeschouwers, jullie mogen elk dobbelen. Het getal dat jullie gooien is voor jullie, wat overblijft is voor mij. Nou ja, moet ik nog wat uitleggen. Ze kunnen geen 5 gooien. Leuk. Dus de 5 blijft voor jou over. Dus we hebben een dobbelsteen zonder 5, een dobbelsteen zonder 4, een zonder 3, zonder 2, zonder 1 en eentje zonder 6 en een normale. Dus je kan zelf bedenken wat je er allemaal mee zou kunnen. En echt serieus voor een belachelijk bedrag. Ja, 14,95 is echt niet veel. En dobbelstenen matchen met de Amverdi Dice. Hey. Qua formaat. Ja, jongens, top. In wit of blauw. Zeer tof. Hebben we nog iets? Jij denk ik nog, hè? Ja, we hebben 2 dingen hebben. Allereerst, iets wat we nog niet hebben, maar wat elk moment kan binnenkomen. Coffee Break. Van Gentleman's Magic. Man. In Blackpool ook een hele grote hit. Ja, een klein chopcupje, espresso bekertje. Kopje, moet ik zeggen. Je leent een bankbiljet, maak een propje van. Stop je eronder. Neemt het weer weg, stop het in je zak. Het komt weer terug. Stop opnieuw in je zak, komt weer terug. En op het einde zit er een complete koffiecup gesield onder. Weet je, dat is een automaat, zo'n espresso apparaat. Dan mag de toeschouwer de hele folie van aftrekken, zit opgelijmd. En daarin zit het eventueel gesigneerde bankbiljet van de toeschouwer. Mooi. Fantastisch. Mooi. We wachten erop. Het kan zijn dat het vandaag komt, het kan zijn dat het morgen komt. Vanaf 28 februari zouden ze beschikbaar zijn. Maar de firma is zo overrompeld met het aantal orders naar Blackpool. Ja. Dat ze gewoon even niet de verzending zo snel aan kunnen. Dus het komt. Als je gereserveerd hebt, het komt eraan. Coffee Break kost €95. Overcompleet. Ook zelfs met suikerklontjes die speciaal zijn. Chop suikerklontjes, als ik daar iets mee mag zeggen. Oh ja. Dus die kun je ook gebruiken in plaats van mangbiat eventueel. Je moet niet per se die cup op het einde laden. Helemaal compleet, schitterende verpakking, professionele video en professionele attributen. Coffee Break. Check het even op de website ook. Tof. Coffee Break. Ja, dan hebben we nog eentje. We pakken even een nieuwblaadje erbij, gewoon omdat we onze mat niet willen verpesten. Wat is dit? Dit is een heupfles. Zie. Als je dorst hebt, zeg maar. Ja. Gek op shotje houdt hij met carnaval. Hebben we hier ook al gehad. Ja. Pak altijd wat te drinken, zeg maar. Zo, heerlijk shotje, heerlijk. Zo. Lekker hoor. Ja, maar dan is ik wel verder helemaal leeg, zie. Okay. Maar het grappige is, als je hem
Iedereen denkt dat die leeg is, maar af en later pak je gewoon de fles opnieuw, zeg maar. En dan schenk je gewoon weer opnieuw, schenk je daar weer vloeistof uit, zie. Tot die leeg is. Okay. En dan kun je, uiteraard kun je dan, als je wil, weer opnieuw vloeistof eruit schenken, zie. Dat kan ook zo. Enzovoort. Nou, dit kun je, wij zijn gestopt bij 50. Je kan echt heel vaak doen. Er komt ook niet heel veel uit telkens. Proberen? Ja, maar je kan... Maar er komt gewoon elke keer weer nieuwe vloeistof uit. En elke keer zeg je eigenlijk, hij is nu echt leeg. En elke keer komt er nog een beetje uit. Goed hoor. En het wordt elke keer ietsje minder. Het heeft te maken met hoe het ding gemaakt is. Het mechanisme, hè? Ja, lang niet meer in de handel. Zeer lang niet meer in de handel. En nu weer terug. One for the Road 2.0. 37,95. Zonder water. Ja, of je hoeft er niet per se vodka in te doen, hè? Nee, maar hij is... Alle onderdelen zijn van roestvast staal. Binnenwerk, roestvrij staal. Dus ook volledig veilig. Ja. Dus je kan er inderdaad echt, je kan hetgeen ook drinken wat eruit komt. Ja, ik zou er dan geen cola in stoppen. Nee, dat zou ik niet doen. Nee. Dus ik zou wel, zeg maar, alle dranken zonder prik gebruiken. Ja. Toch? Ja. Voor de hygiëne. Ja, ja, sowieso zou ik geen prik gebruiken. Als je neerzet, weet ik niet, met schuim. En dat zou ik niet doen. Nee, maar leuk. Ik kijk hier even voor de zekerheid. Zijn al 37,95. Oké, ja, we hebben alles gehad. En dat betekent... Ik ben ook op, ja. Wauw, dat zo. Moet aan het einde zijn van product update nummer 143. Ging snel, hè? Ja, snel. We beloven niet wanneer 144 uit gaat komen. Voor de kerst. Komt ongetwijfeld, maar ja, voor de kerst. Leuk. Mensen, allemaal bedankt. Als je vragen hebt, mail, Facebook, bellen of kom langs. Ja, ook leuk, gezellig. En tot de volgende keer. Doei!